uw functie? Mijn naam is Peter Schreuder en ik ben directeur van deze school. Van Basisschoolboog. Basisschoolboog, ja. In Nieuw-Vennep. Wat vond u van het evenement? Het was een heel leuk evenement. Origineel bedacht. Dansmarathon. Echt heel erg leuk. Wat waren de sterke punten van de organisatie? En wat zijn mogelijke verbeterpunten van de organisatie? Sterke punten van de organisatie was dat het van tevoren goed doordacht is geweest. En eigenlijk liep het wel heel erg gesmeerd. Alles stond klaar toen de kinderen kwamen om te kunnen beginnen. Dus er was goed over nagedacht. Het was goed georganiseerd. En het klopte. Zou je volgend jaar weer een dergelijk evenement georganiseerd willen zien door studenten van In Holland? Afhankelijk van wanneer en afhankelijk van de opdracht die ze hebben meegekregen, afhankelijk van de activiteit die ze willen doen. Dat speelt mee in de afweging om er wel of niet een keuze in te maken. Ja, maar met studenten van In Holland, maakt dat uit? Op zich maakt het niet zoveel uit, want we krijgen vaak genoeg allerlei verzoeken van organisaties, instellingen, verenigingen, ook van studenten om dingen te doen of ergens aan mee te willen doen. En elke keer moeten we toch een afweging maken van doen we dit wel of doen we dit niet. Want als we aan alles meedoen, dan komen we aan gewoon lesgeven niet meer toe. Heeft u misschien nog een tip of meerdere tips voor een volgende editie die wij wellicht kunnen gaan organiseren? Wat ik in de directe contacten met jullie verneem is dat jullie de activiteit op zich wel allemaal goed hebben doordacht en beschreven en ook goed hebben nagedacht daarover. Maar zo in de contacten zoals nu, komt het een beetje rommelig over. Want we willen wel van alles met je bespreken, maar we hebben eigenlijk de zaken nog niet helemaal allemaal zo adequaat meegenomen. En volgens mij was dat ook al eerder eventjes van we komen wel langs, maar oh jee, we zijn dit vergeten, oh jee, we zijn dat vergeten. Dus dat komt dan een beetje... Ja, aan de ene kant zorgt dat ook wel weer voor dat je direct naar een oplossing moet zoeken. Dus dat betekent dat je flexibel bent in je handelen. Maar het komt ook af en toe rommelig over. Van, oh jee, ze zeiden we bedenken weer iets en dan moet het gelijk meteen geregeld worden. Dat als je van tevoren de zaakjes wil doen en mee wil nemen, dan oogt dat serieuzer. Ja. Dat is het enige eigenlijk. En verder ging het prima. Ging het hartstikke leuk. Ja. En de kinderen waren ook heel erg enthousiast en de leerkrachten waren heel erg enthousiast. Die hebben ervoor gezorgd dat het een leuke activiteit is geworden. En nu eventjes afwachten hoeveel geld dat heeft opgebracht natuurlijk. Want dat is ook wel weer interessant om te merken hoeveel dat geworden is. Ja, en sommige kinderen waren echt heel erg gemotiveerd om er iets mee te doen. En andere kinderen wat minder, maar dat hou je natuurlijk altijd. Ja. Nou, bedankt voor de samenwerking. Goed, graag gedaan. Nog wel uitzetten.